De politieke partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven, DRS, is bezig zich te beraden over welk signaal zij aan de regering zal geven voor het beleid dat nu gevoerd wordt. DRS-voorzitter Clifford Marika zegt nu nog niet te kunnen aangeven welke strategie de partij zal toepassen. Echter bestaat de mogelijkheid dat de partij het voornemen van andere politieke partijen om protestacties te voeren zal ondersteunen. Dit besluit zal binnen de partij genomen moeten worden. Het moment van in actie komen zal echter door de samenleving moeten worden bepaald, zegt Marika. Die samenleving heeft gekozen. Dus het is die samenleving die weer richting moet geven en moet aangeven van hey regering, dat kan niet. Al zijn er 10 partijen die de regering aangeven van regering, die richting die je gaat is niet goed. Als die samenleving niet aansluit en de regering op welke wijze dat ook duidelijk maakt van regering, dit kan zo niet verder, gaat er geen verandering komen. Dus wij moeten die samenleving de gelegenheid geven om zich ook te vergewissen en tot het besluit te komen dat het zo niet verder kan. Want zolang zij, die samenleving, ook de mensen, en dan praat ik ook tot de mensen die gestemd hebben hoor, voor NDP, want NDP vormt de regering, dat je kan je vertrouwen hebben in een partij, maar wanneer blijkt dat die partij niet performt en niet dat resultaat presenteert welke je verwacht, dan moet ook jij je stem laten horen. En dan moet je niet vastpinnen aan het is mijn partij, naar mijn partij, dus mino, jugo jugo en noem maar op. En alles goed praten, want anders komen we in situaties die niet meer te herstellen zijn. Marika zegt verder dat de partij niet het idee heeft dat de samenleving haar grens bereikt heeft. Dat moment zal DRS aangrijpen om samen met de samenleving de regering opdracht te geven haar beleid drastisch te wijzigen of de eer aan zichzelf te houden. Overigens zegt de DRS-voorman dat de partij na de verkiezingen bewust op de achtergrond is gebleven om de regering de gelegenheid te geven haar werk te doen. Maar de situatie in het land wordt kritisch gevolgd, zegt Marika. Hoe zijn we als DRS ingekomen? Toen bleek dat de president had aangegeven dat er een constitutionele crisis is ontstaan. Wij hebben toen de president geschreven om te vragen van, om ontvangen te worden. Mm-hmm. Omdat wij wilden weten wat die constitutionele crisis allemaal inhoudt. We hebben daar geen reactie op gehad. Soms is dat verwachtbaar. In elk geval hebben we gezien dat de president dus slechts met partijen gesproken heeft die in het parlement zijn. Dus er is misschien wel een reden, maar zo netjes zijn als dat ook was doorgecommuniceerd naar ons toe van we praten alleen met partijen die in het parlement zitten, bij wijze van praten. In elk geval het is duidelijk dat er geen sprake is van een constitutionele crisis. We vonden het jammer dat met deze slechte situatie al er nog een andere wordt gecreëerd door een constitutionele crisis voor te stellen en noem maar op. In elk geval, de situatie is verder verslechterd in het land, om terug te komen op de economie. En we zien nog te weinig actie van de regering om daar een keer in te brengen. Met betrekking tot de kwestie IMF zegt Marika dat dit besluit zo zwaarwichtig was dat het middels een referendum had moeten geschieden. Vooral omdat deze stap niet was aangekondigd tijdens de verkiezingen. Aldus Clifford Marika, voorzitter van de politieke partij DRS, die de politiek-economische situatie in het land kritisch volgt en in actie zal komen wanneer de samenleving tekenen daartoe geeft.